In verband met het besmettingsgevaar van COVID-19-virus heeft de regering besloten alle onderwijsinstellingen, openbaar, bijzonder en particulier, met ingang van maandag 16 maart 2020 te sluiten. Vanwege deze crisissituatie is thans landelijk de paasvakantieperiode vastgesteld van 16 maart tot en met 14 april 2020. De scholen zullen dan, afhankelijk van de situatie op dat moment, op woensdag 15 april 2020 de deuren weer openen. Het bovenstaande heeft tot gevolg dat alle repetities, schoolonderzoeken en tentamens op onderwijsinstellingen van alle niveaus zullen worden verschoven tot na de paasvakantieperiode. Aan de onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs wordt gevraagd zoveel mogelijk de studenten online voor te bereiden op de examens. We doen een beroep op de ouders hun kinderen zoveel mogelijk binnen te houden en erop toe te zien dat de hygiënevoorschriften van het BOG worden nageleefd. De regering wil de gemeenschap erop attenderen dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de enige officiële autoriteit is met betrekking tot de berichtgeving aangaande openen en sluiten van scholen. Hoe staat het met de crèches? Want de scholen worden vanaf maandag worden de deuren gesloten. Maar hoe staat het met de openbare crèches? Maandag worden de crèches gesloten. Ten aanzien van de bejaardentehuizen zal tussen nu en maandag een besluit genomen worden. En hoe staat het met AVD? AVD valt buiten die 30 dagen lockdown, maar gezien de situatie op dit moment is dat absoluut niet raadzaam. En het advies van Volksgezondheid is om het niet door te laten gaan. En het risico is veel te groot. Het betekent een zware slag voor onze toerisme. Want er komen heel veel mensen ernaartoe. Maar veiligheid is nu de prioriteit. En daar gaan we niet van afwijken. We gaan met de organisatie moeten zitten om te kijken of het op een ander tijdstip kan. Op 13 maart 2020 is het eerste geïmporteerde geval van COVID-19 bevestigd in ons land, zoals u dat ook al weet. Tot nu toe hebben we 1 persoon die met dit virus is besmet. Haar toestand is stabiel. Nogmaals, haar toestand is stabiel. Alle andere berichten die suggereren dat er nog meer cases COVID-19 positief zijn of eraan zijn overleden, berusten niet op waarheid. U zei de persoon die positief is getest, de situatie is stabiel. Maar waar bevindt de persoon zich nu? De persoon thuis of in het ziekenhuis? De persoon die positief is, is zoals reeds gezegd, in het Wanica ziekenhuis. Ja. In het Wanica ziekenhuis, de situatie is stabiel. Ze krijgt ook daar de zorg. U heeft aangegeven dat de quarantaineplaatsen uitgebreid zullen worden naar 2000. Zijn er al locaties geïdentificeerd waar die plaatsen komen? U mag weten dat wij op dit moment 83 plekken hebben in het zorghotel. Daar zullen wij dus de eerste mensen onderbrengen die mogelijkerwijs in contact zijn gekomen met een besmette, dan wel een positief aangemerkte persoon met het virus. We zijn druk bezig te coördineren per district met de verschillende DC'en om na te gaan hoe we zorgcentra kunnen aanstellen in de districten, zodat wij mensen ook niet ver weg brengen van waar zij zijn. In nauw contact met de president hebben we ook met DNV zijn wij op het punt om de quarantaineruimtes uit te breiden naar 2000. We zitten thans op slechts 82, met waarschijnlijk in de komende dagen naar 300. Maar om het in week 1, en zo noemen we het in week 1, uit te breiden naar 2000 is de opgave. We zullen ook een plan van aanpak binnenkort als regering krijgen van DNV, dus het nationaal team, om wat we noemen verzorgingsgebieden in te stellen voor thuisquarantaine, dat de mensen ook thuis hun quarantaine zelf kunnen doen, maar dat wij ook
hun kunnen faciliteren en bij kunnen staan als zij niet zouden kunnen bewegen uit huis. Ja, maar waarvoor is Wanika? Wanika ziekenhuis is isolatiezorg. Dat is voor mensen die positief zijn bevonden en die medische zorg nodig. En we hadden de correctie gepleegd over Wanika ziekenhuis is geschikt voor? Isolatiezorg. Heeft u het gehoord? Want in de gemeenschap wordt gezegd, Wanika ziekenhuis is niet geschikt voor dit en dat. Maar het is wel geschikt voor isolatie. Ja? De regering doet op een ieder een beroep. In het bijzonder de importeurs, tussenhandelaren, groothandelaren en kleinhandelaren, tussen haakjes de winkeliers, als ook dienstverleners om een beperking op te leggen, maximaal 5 items per persoon bij de verkoop aan individuen van voornamelijk eerste levensbehoeften, medicamenten, toiletartikelen, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, PPE, de zogenaamde Personal Protective Equipment, waaronder ook de mondkapjes, zeepsoorten en water. Indien er van bepaalde items wordt opgemerkt dat er opvallend veel wordt opgekocht, vragen wij de verkoop van die items ook te beperken, ten einde schaarste te voorkomen. Ten overvloede vragen wij de ondernemers om niet te doen aan prijsopdrijving. De landelijke controles van de ECD, de Economische Controledienst, in samenwerking met de politie en bestuursdiensten om prijsopdrijving tegen te gaan, gaan onverminderd door. Tevens wordt in herinnering gebracht dat het hamsteren van goederen een economisch delict is, conform artikel 2 van het decreet tegengaan van hamsteren. Verder roepen wij op om fysiek contact te vermijden bij transacties en te allen tijde de correcte handhygiëne instructies in acht te nemen. Wij raden de handelaren en consumenten aan om zoveel als mogelijk mobiele betalingssystemen, zogenaamde QR-code payment systemen, als Uni5Pay en MoPay te gebruiken bij transacties om de uitwisseling van papiergeld en de kans op besmetting te verminderen. Er hoeft geen schaarste en prijsopdrijving te ontstaan wanneer we kalm blijven. De lockdown van onze luchthaven geldt alleen voor passagiers en bemanning. Het luchtruim staat open voor vrachtverkeer van en naar Suriname. Tevens is er geen lockdown voor vrachtschepen van en naar onze havens. De bevoorrading geschiet onbelemmerd.